zijn in de gasthuiskapel van Museum Gouda. En we zien een van onze topstukken in de collectie, namelijk een fantastisch altaarstuk van Dirk Barends. Wat we op het schilderij zien is het leven van Maria. Het absolute hoogtepunt daarbij is natuurlijk de geboorte van Christus. Dat zien we dan ook op het middenpaneel. En op het linkerpaneel zien we het sterfbed van Maria en rechts haar hemelvaart. Het schilderij is gemaakt als altaarstuk voor de Sint-Janskerk die naast Museum Gouda ligt. Dat is een van de belangrijkste broederschappen die de opdracht gaf om dit altaarstuk te maken. Het schilderij, het leven van Maria, is gemaakt in een periode dat de Sint-Janskerk weer opdracht gaf aan kunstenaars om nieuwe mooie altaarstukken voor hun altaren te maken. De kerk was namelijk in 1552 afgebrand. En men zocht dus weer naar kunstenaars om die schilderij te maken. Dus Dirk Barends heeft dit fantastische altaarstuk geschilderd. Men zegt dat hij onder andere op het atelier van Titiaan heeft gewerkt. En dat is natuurlijk heel duidelijk te zien dat het gebaseerd is op Italiaanse voorbeelden die hij goed kende.